Steve Jobs, de bioscoop op 5 en gaat Ruud die grote Movie Machine filmquiz winnen. Welkom bij Cinema. Wat gaan jullie eigenlijk doen hierna? Ik ga technische wiskunde studeren. Eindelijk met je studie begonnen? Ah joh, wel nee. Regisseur Anne de Klerk had echt een super grappig idee. Een film over een groep meisjes die samen een gewapende overval gaan plegen. Veel budget had ze niet, dus verzamelde ze wat vrienden en vriendinnen en toen was hij daar. Hallo Bungalow. Gooise vrouw Lies Visserdijk, ex-mol Annemarie de Jong en een soort van Vlaamse Eva van der Gucht spelen drie vriendinnen die hun vakantiebaantje in een bungalowpark nooit zijn ontgroeid. Ambitie dient zich plots aan, maar dan wel op het criminele pad. Of de film het niveau ontstijgt van een verzameling ideeën uit de categorie is het niet grappig als puntje, 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 is nog maar de vraag. Maar ja, ze hadden in ieder geval wel lol bij het maken. Chanteren is echt heel erg strafbaar, hè? Het is met T. Het is niet met DT, het is met een T. Nee, met een T. Een T weg. Jezus. Kruip uit je schuld. Gaat het weer over liefde? Mijn moeder zegt als ik mijn best niet doe op school, dat ik nog net zo word als jij. Oh. Neem drie konijnen pakken mee. Ik heb een afkemisje in mijn broek geplaatst. Hallo? We moeten de politie bellen. Ja. Dacht ik dus even niet, hè? It was the night before Christmas and all through the borough. The children were snuggled, their presents wrapped thorough. But this tale's not about Santa or ponies. It's about three dudes, three bros, three ride or die homies. Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen en regisseur Jonathan Levine wisten ons in 2011 al te ontroeren met het comedy-drama over kanker 50-50. En blijkbaar smaakte die samenwerking naar meer. Alle drie zijn ze terug voor de nieuwe kerstcomedy The Night Before. In The Night Before komen drie jeugdvrienden elk jaar op kerstavond samen om helemaal los te gaan. Nu ze echt volwassen dreigen te worden, gaat het drietal nog eenmaal op zoek naar de heilige graal onder de kerstfeestjes. You can cry to it. You can run to it. Yeah. You can party to it. Timeless! I came in like a wrecking ball. I never hit so hard. I'm freaking out about having the baby. How wasted are you right now? Who's that guy? What guy? The family cross. Jesus. Oh, Jesus. Don't you dare throw up in here. Swallow it like a girl would. I need a barf bag. No barf bag. Is it still happening? De bioscoop top 5 van deze week. Op 5, Hitler is terug in Er ist wieder da. Op 4, de nieuwe samenwerking tussen Tom Hanks en Steven Spielberg, Bridge of Spies. Do you know how people will look at us? The family of a man trying to free a traitor? Everyone deserves a defense. Op 3, Bradley Cooper als kok en Burnt. I want to make my kitchen the best in the world. Service! Yes, chef! Op 2, 007 Inspector. James, they say you're finished. What do you think? I think you're just getting started. En op 1, The Hunger Games Mockingjay Part 2. Speak about it. This game. It's a rabbit hole. After only 4 moves, there's more than 300 billion options to consider. When
take you very close to the edge. Veel filmkijkers willen nog wel eens vergeten dat Tobey Maguire best wel een flink potje kan acteren. Deze week bewijst hij zich in Pawn Sacrifice, een spannend schaakdrama van geopolitieke proporties. We duiken in de geschiedenis van de Koude Oorlog. Maguire speelt Bobby Fischer, een ultiem getalenteerd grootmeester, maar dan wel met een steekje los. Hij moet het opnemen tegen de Russische kampioen, Boris Spassky. De paranoia van Fischer is soms zelfs aanstekelijk. Misschien is de film net iets minder sterk, maar toch doet hij bij tijden denken aan Whiplash. Want wie had ooit gedacht dat een niet te volgen schaakpartijtje je op het puntje van je stoel zou brengen? The poor kid from Brooklyn against the whole Soviet Empire. You don't look well, Robert James. They're all out to screw me. The Russians and the Jews. We are Jewish. Bobby is Jewish. What do you people say to him when he comes out with this trash? People think there are all these options, but in the end, there's no place to go. Bobby! He might crack. Bobby won't crack. He will explode. What if the computer was a beautiful object, something you want to look at and have in your home? And what if, instead of it being in the right hands, it was in everyone's hands? We'd be talking about the most tectonic shift in the status quo since... ever. Blijkbaar deed Ashton Kutcher het in 2013 zo slecht als Steve Jobs, dat we amper 2 jaar later al een nieuwe Jobs-verfilming te zien krijgen. Ditmaal met Slumdog-miljonair regisseur Danny Boyle aan het roer en Michael Fassbender in de titelrol. Steve Jobs vertelt wederom de opkomst van het grote Apple-imperium met Jobs zelf als middelpunt. Aan de hand van 3 grote productpresentaties, eindigende 1998 met de lancering van de iMac, valt het met deze film te bezien of we nu dan toch die definitieve filmversie van Steve Jobs te pakken hebben. Is there a plan? The plan will reveal itself to you when you're ready to see it. Co-founder Steven Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs is returning to Apple. 2 most significant events of the 20th century. The Allies win the war, and this. Ladies and gentlemen, Steve Jobs. You are cinema. Dit was de finale van de grote Movie Machine filmquiz. Hoe lang heb je naartoe gewerkt? Eigenlijk een jaar. Ik ben er vorig jaar, november, ben ik begonnen met de eerste editie van de filmquiz. En ja, dat heeft nu zijn climax bereikt met de finale. Waarom moest er een grote Movie Machine filmquiz komen? Er zijn natuurlijk best wel al veel filmquizzen. Maar wat je daar heel vaak hoort is dat mensen die echt wat van film weten, die lopen daar heel makkelijk doorheen. En wat je dan heel vaak krijgt, is dat de andere mensen die daar dan zijn, zich daar een beetje aan storen, weet je, van ja, die winnen altijd. Dus ik dacht van nou, laten we eens een filmquiz beginnen, die inderdaad op een aanmerkelijk hoger filmniveau zit, dat die lui, zeg maar, die normaal overal zo doorheen lopen, eens een keer goed uitgedaagd worden. En dat is hier zeker het geval. Je zit natuurlijk op een bepaald niveau en het hangt er natuurlijk een beetje vanaf van of een team zo dat niveau kan pakken om natuurlijk mee te gaan. Kijk, er komen nieuwe teams bij, maar op het moment dat die merken van ja, dit is misschien toch iets te hoog voor ons gegrepen, dan zullen die misschien weer afvallen. Ja, dat is helaas de realiteit. Wat maakt voor jou een goede filmquiz? Variatie. En dat is met name inderdaad, wat je heel vaak bij filmquizzen hebt, is dat die bijvoorbeeld heel erg op een bepaalde periode of een bepaald genre zitten. Voor mij komen de vragen van films uit van oost tot west, van noord tot zuid. Uit alle windstreken, uit alle jaartallen, uit alle genres. Dus het kan zijn dat je hier een vraag krijgt over een Japanse anime. Of dat je een vraag krijgt over een Zweedse filmklassieker. Vanavond had ik een filmscène erin zitten waar Asta Nielsen voorbij komt. In een film uit 1910, The Abyss, waar ze een hele wulpse dans doet voor die tijd. Maar ja, er zit ook een vraag in over de beste autoracefilms uit de jaren 70. Met Smokey and the Bandit en Gone in 60 Seconds. Dus het komt echt overal vandaan. En dat maakt het ook verrassend. Je weet nooit wat er gaat komen. Het team dat de Movie Machine Filmquiz van 2015 de finale heeft gewonnen is Team Braindead. Hoe voelt het om deze winst te behalen? Nou, we hadden het niet verwacht. We waren ook maar net in de finale eigenlijk. De laatste voorronde kwamen we in de finale. Dus het ging ook heel spannend hier nu in deze finale. Het was telkens gelijk op. Dus,
Nou, het leukste was dat er de vragen waar je echt alle drie nodig bent. Dus eentje zegt ja, het klinkt als. En de ander zegt van ja, net als die ene met. En dat dan de andere hem inkomt. Ja, ja. Dus dat je niet in je uppie het antwoord had geweten. Maar iedereen weet dan een stukje. Ja. Dus doordat ik een opzetje doe, kan hij hem verder doen en kopt een ander hem erin. En dat zijn de beste. Dat zijn de mooiste, ja. Volgende week zijn we natuurlijk weer terug met cinema, met een kijkje eindelijk in de nieuwe Nijmeegse bioscoop. Jullie kunnen nu nog even genieten van de Coming Soon trailer. He was once the world's most famous male model. Even his looks were household names. La Tigre, Magnum, and of course, Blue Steel. But that was a long, long, long time ago. Old LeMay? We were a joke out there. I guess fashion's changed. Meet the biggest supermodel in the whole world is all. Are you like a male model or a female model? All is all. I think he's asking, do you have a hot dog or a bun? Oops. Derek Zoolander, I'm with Interpol. I need your help. She's hot. I trust her. Someone's trying to kill the world's most beautiful people. Oh, fudge! Peace out, world. All of them died with your signature look. This is Blue Steel, right? We need you to infiltrate the world of high fashion. We're back! Yeah! Are you sure Zoolander is the right man to help us? Hey, handsome! Problem. God help us all. You were amazing. I'm sorry, I can't understand a word that you're saying. Derek, toss me the knife. You got it. There's only one criminal mastermind who could be behind all this. Prison changed me! I am bad to the core now! Todd! Where's my goddamn latte? Ah! But how am I supposed to stop Mugatu? I'm the Mamba Majamba! I'm the Mamba Majamba! You're Derek Zoolander. He stopped a Chinese throwing star with a look. Flash me that beautiful Magnum. Wait, Magnum, now! Oh! You have this! Oh! Yeah! Tequila! Oh! Maybe we could try a washcloth. Ah!